Hoe klonk onze taal 500, 1000 en zelfs 1500 jaar geleden? Historisch taalkundige Michiel de Vaan weet dat gewoon. Professor, hoe bent u precies te weten gekomen hoe het Nederlands vroeger klonk? Wel, er zijn heel veel geschriften in het Nederlands vanaf 1200. Dus dan kunnen we zien hoe de woorden eruit zagen, hoe de grammatica eruit zag. Als je verder teruggaat, dan heb je alleen maar losse woorden in verder Latijnse of Franse teksten. Dus dan is het echt puzzelen. We kunnen wel vergelijken met de oudste fase van het Engels en het Duits. Die gaan wat verder terug dan het Nederlands. En dan kun je toch wel een plaatje vormen van hoe het ongeveer heeft uitgezien in het Nederlands ook. Als ik nu met het Nederlands dat ik spreek terugga in de tijd, tot wanneer zouden ze mij dan ongeveer verstaan? Als u teruggaat naar 1500 bijvoorbeeld en u articuleert heel duidelijk, dan denk ik dat ze u wel begrijpen meestal. Er zullen soms komische misverstanden zijn. En tot 1200 denk ik dat u maximaal kunt gaan om nog enigszins zonder kleerscheuren er doorheen te komen. Verder terug, dan wordt het echt een andere taal. Er is veel geschreven, dus we kunnen grammaticaal wel het een en ander reconstrueren. Maar u weet ook hoe het Nederlands vroeger klonk. Ja. Om te laten horen hoe het klonk heb ik een kleine scène geschreven. Ja? Een marktscène. Dus de klant heeft een paar pond appelen gekocht. Alleen die waren rot, dus hij komt terug om zijn beklag te doen. En blijkbaar heeft de koopvrouw geen appels meer, dus hij krijgt een potje honing daarvoor. Prima. Laat ons 500 jaar terug in de tijd gaan naar het jaar 1500. Ik heb hier donderdag 5 pond zeuterappelen gekocht. Die waren rot. Dat kan gebeuren. In haar plaats zal die een putje met verse honing krijgen. Goed. Dank. Dag. Professor, dit is toch zeer gelijkend met onze taal nu? Inderdaad, lijkt nog behoorlijk op het moderne Nederlands, althans op de standaardtaal, het geschreven Nederlands. Ja. Maar er zijn ook wel verschillen ook met de standaardtaal. Bijvoorbeeld in zeuter, in plaats van zoete appelen, zit ook een umlaut. Net zoals je die in het Duits bijvoorbeeld hebt, in zuus. Ik heb hier donderdag 5 pond zeuterappelen gekocht. Een ander verschil in woordkeuze dan is in haar plaats en niet in plaats daarvan. In haar plaats zal die een putje met verse honing krijgen. Kunnen we met deze scène nu ook nog verder terug in de tijd? We gaan het proberen, zou ik zeggen. Prima. Laat ons 1000 jaar terug in de tijd gaan naar het gezegende jaar 1000. Dan resdago kopen dat ik hier 5 pond zeutere appelen. Die waren rotane. Zo mag ik skiën. Anaderos te die skulukki hebben potakin. Met verskin honigo. Goed. Dank u. Da. Voor mij klinkt dit nu een beetje als een soort mengeling tussen Italiaans, Frans, Engels, Duits en Scandinavisch. Pippi Langkous zit daar ook ergens in de verte van alles te doen. Wat zijn de grootste veranderingen? Er is een heleboel gebeurd in deze 500 jaar. In deze periode heb je nog in de tweede en derde lettergreep van het woord volle klinken, dus een A of een I of een O of een O. Dus dat klinkt veel meer inderdaad als Italiaans of Latijn. Ja. Sweutero appello. Bijvoorbeeld sweutero appello, ero a elo. Dat zou later allemaal ulle, urre zijn geworden. Dus handelen. Hebben, weten, denken, voelen. Allemaal kennen. Met e, ja. Verder hebben we een paar verschillen in woordkeuze gehad. Zo mag ik skiën. Dus hier was het, in plaats van gebeuren, was het gaskian. Wat we ook in geschieden nog hebben, alleen gebruiken we dat nu niet meer zo als alledaags woord. Dus je krijgt natuurlijk dat woorden vervangen worden. Ja. Een ander verschil nog is dat je in plaats van de aan het begin van een woord in deze periode nog een v hebt. Thunderous dago. Maar we zien bijvoorbeeld die v aan het begin, zoals in thunderous dago. Die is later een de geworden in het Nederlands. Thursday. Ja, Thursday. Wil dat zeggen dat wij toen in die tijd, in het jaar 1000, meer contact hadden met de Engelsen? Nee. Je moet uitgaan van een tijd waarin al die talen samen één brontaal, één oertaal waren, het Germaans. En waaruit ze later zijn voortgekomen. Dus uit het Germaans is het Engels voortgekomen, het Duits, het Nederlands, de Scandinavische talen. En sommige bewaren het ene ding en sommige bewaren het andere uit die oudste fase. Dus het Engels heeft die the tot op heden bewaard. Het Nederlands heeft hem halverwege ingewisseld voor een de. Kunnen we met deze prachtige dialoog nu nog verder terug in de tijd? Ja, we kunnen nog wel wat verder terug. Dames en heren, dit is ongehoord.
We luisteren nu naar een fragment van hoe onze taal klonk in het jaar 500. Sun res dago, ik kaupo dei. Fif pundo suotiero aplo. De vairum rutane. Sva mag gaskeana. Ane tero stadai skulut i habena putakina mit frisco hunango. Mit frisco hunango? Good. Thank you. To? Ja, dit lijkt absoluut niet meer op het Nederlands zoals we het nu kennen. Wat zijn juist de grootste verschillen tussen het jaar 500 en het jaar 1000? Eén verschil dat je hier kunt horen bij de opnames is... in deze tijd kon je lange klinkers hebben ook in de onbeklemtoonde lettergrepen. Dus je hebt kou, po, de, en met een lange o en een lange e. Ik kou, po, de, heer. En je kon bijvoorbeeld ook lange medeklinkers hebben. Dus puttakina, een potje. Puttakina, mit frisco hunango. En die dubbele t van puttakina, die klonk lang. Dat is wel de reden waarom we nog steeds korte en lange t's schrijven. Enkele en dubbele t's. Mm. Maar dat is al lang veranderd. Vertelt deze taalstudie ons iets over hoe onze taal in de toekomst zal klinken? Voorspellingen voor de toekomst kunnen we eigenlijk niet doen. Nee, als, je weet niet hoe het... taalkundige, nee. Je kunt zeggen, oké, okay, een oe verandert misschien in een au of een ui, maar niet direct in een a. Maar wat er echt gebeurt hangt af van sociale factoren. Hè, van wat gebeurt er gewoon in onze samenleving. En dat is gewoon niet te voorspellen. Dus ja, of we hier over 200 jaar Engels spreken, of dat men in heel Europa Nederlands spreekt over 200 jaar. Ja. Wie zal het zeggen? Vermoedelijk verhuizen alle Nederlanders naar België. Ja, als Nederland onder water staat en België blijft bestaan, dan wel. Professor, hartelijk dank voor uw komst. En dank ook voor de prachtige dialoog die u voor ons geschreven hebt. Graag gedaan. Natuurlijk waren het ook ijzersterke acteurs. Dat moet gezegd worden. Jezus.